Hallo en welkom. In dit filmpje ga ik je op een overzichtelijke en gemakkelijke manier natuurlijke getallen en kommagetallen laten aftrekken met elkaar. Hoe we dat gaan doen? Ik ga dat aan de hand van twee voorbeelden doen. Deze en deze. En om te beginnen starten we met dit voorbeeld. 6796,9 min 1572,17. Heel belangrijk, we gaan alles netjes onder elkaar schrijven. Om een tweede getal op een juiste manier onder het eerste getal te schrijven, is het belangrijk dat we de komma's onder elkaar schrijven. En dan is het een kwestie van gewoon over te schrijven. Let er ook op dat alle eenheden onder alle eenheden staan, enzovoort enzoverder. Dan gaan we er een lijn onder trekken. Nu, je ziet in mijn eerste getal dat er maar één cijfer achter de komma staat. En in mijn tweede getal staan er twee cijfers achter de komma. Hiervoor is het heel handig om ervoor te zorgen dat we bij beide getallen twee cijfers achter de komma hebben. Daarom ga ik in mijn eerste getal een nulletje bijvoegen. Dat noem ik een snul. Dat is een overbodige nul die geen waarde heeft, maar die toch wel gemakkelijk te gebruiken valt bij cijferen. Zo, nu kunnen we beginnen. 0 min 7, dat gaat niet. Ik ga lenen bij de 9. De 9 worden 8 en de 0 worden 10. 10 min 7, dat is 3. 8 min 1 is 7. De komma's mogen we niet vergeten. 6 min 2, dat is 4. 9 min 7 is 2. 7 min 5 is 2. 6 min 1 is 5. Zo. Mijn verschil is 5224,73. Oké. In mijn volgende oefening, 4782 min 3566,12, dat gaan wij ook eens netjes overschrijven. Maar wat merken we? Bij mijn eerste getal, daar zie ik geen komma. En bij mijn tweede getal, daar staat wel een komma. Nu, daarvoor, ook weer heel gemakkelijk. Als we in een van de twee getallen een komma hebben, ja, en in de ander niet, dan zorgen we ervoor dat we in het getal waar geen komma staat, daar maken we een komma. Ja? En wij zien ook dat in mijn kommagetal twee cijfers achter de komma staan. Dus zorg ik ook dat ik in dit getal ook twee cijfers achter de komma heb. En dat kan ik heel gemakkelijk doen door snullen bij te voegen. Overbodige nullen dus. En nu is het een kwestie van de komma's onder elkaar te schrijven en gewoon alles netjes onder elkaar te doen. Een lijntje onder elkaar en nu kunnen we beginnen. 0 min 2, dat gaat niet. Ik ga lenen bij de 0, dat gaat ook niet. Ik ga lenen bij de 2, de 2 worden 1. De eerste 0 wordt een 10, maar daar moet ik niet de oefening maken. Dus daar ga ik opnieuw lenen, de 10 worden 9. En we brengen 1 tiental over, dus 10 min 2, dat is 8. 9 min 1 is 8. De komma's niet vergeten. 1 min 6 gaat niet. Ik ga lenen bij de 8. De 8 wordt een 7. En de 1, dat wordt een 11. 11 min 6, dat is 5. 7 min 6, dat is 1. 7 min 5, 2. 4 min 3, 1. 4782 min 3566,12. Dat is 1215. 88. Zo. Nu je dit weet, tijd voor wat oefeningen. Dit eerst eventjes wegvegen. Zo. De volgende oefeningen wil ik dat je maakt. 7632,43 min 5869,3.
Die ga je cijferend maken. En als je daarmee klaar bent, maak je de volgende oefening. 3512 min 828,13. Veel succes!